Zij hebben er weer zin in. De ruim 3100 basisscholieren in Peelemaas kunnen deze week weer naar school. Maandag openden de scholen hun deuren weer, ook in Beringen. Een beetje spannend. We hebben natuurlijk de laatste weken heel hard gewerkt om de scholen open te gaan. Sinds een week of 2,5 weken dat we de scholen open gaan. Dus we hebben onze meivakantie hebben besteed om het allemaal goed te regelen. En dat is volgens mij goed gelukt. En we zijn eigenlijk wel hartstikke blij dat we weer open kunnen gaan. En dat we in ieder geval in gedeeltes de kinderen weer les kunnen gaan geven. Dus wij zijn heel blij en we zijn ook tevreden. Dus en we hopen dat alles goed gaat. De kinderen komen in deeltijd naar school. Om de dag dus. Wij laten de kinderen 50% van de tijd naar school komen, dus om en om. Dus één dag komen ze wel, de andere dag komen ze niet. We hebben alle klassen in tweeën gesplitst, zodat ze dus, zeg maar, 50% van de tijd naar school komen. En we hebben gezorgd dat er broertjes en zusjes op dezelfde dagen komen, zodat het voor ouders ook een stuk makkelijker is. En we hebben de pauzes gesplitst, zodat er minder kinderen tegelijk op het speelplaats zijn. En we hebben gewoon heel goed gekeken naar het binnenkomen en het naar buiten gaan. Dat we dat zoveel mogelijk splitsen. Wel een beetje anders, want mijn beste vriendin zit in een andere klas. We zitten altijd samen bij te spelen, dat is nu een beetje anders. Ook in Maasbree is het schoolplein weer gevuld met spelende kinderen. Bij de violier komt de ene helft van de klas de ene dag en de andere helft de andere dag naar school. Zoals jullie zien hebben we een aantal speelzones gemaakt voor kinderen om te zorgen dat de groepen niet door elkaar gaan, omdat dat ook een van de richtlijnen is. Nou, en verder gebruiken we vooral heel veel ons gezond verstand, want daar hebben we allemaal niet voor niks. En daarmee loopt het eigenlijk prima. Er zijn verschillende ingangen gecreëerd en er mogen geen ouders naar binnen komen. We zijn voorzichtig en het was natuurlijk vanochtend best een beetje spannend hoe zal dat allemaal gaan. Maar de eerste indrukken zijn prima. En we zien dat kinderen echt wel weten waar het over gaat. Ze houden goed afstand. Of ze nou wat ouder zijn of ook de jongere kinderen. Ze zijn zich heel bewust van wat er gaande is. En ja, ze zijn wel allemaal blij dat ze er weer mogen zijn. Dat merken we ook wel. Nou, nu komen we weer bij elkaar, dus kunnen we wel weer met elkaar spelen, maar we moeten wel alsnog gewoon goed de handen wassen en zo. We zijn blij dat we open kunnen, maar ja, het is ook wel spannend omdat we toch weer de eerste zijn die met grotere groepen bij elkaar gaan komen. Na zeg maar, de lockdown die er is geweest. En we zijn wel benieuwd hoe dat gaat. We hebben er wel vertrouwen in, maar het is toch zeker ook wel, wel even spannend om te kijken van wat... Ja, hoe gaat het nou? Wat gaat er gebeuren? Ja, morgen hebben we thuiswerk en dan doen we gewoon wat we op school niet af hebben gekregen, doen we dan thuis maken. Nu de scholen weer geopend zijn, kan er nagedacht worden hoe de rest van het schooljaar wordt ingevuld. Bijvoorbeeld de iMusical van groep 8. We zijn nog, over een aantal dingen zijn we gewoon nog zoekende. Hoe ga je dat nu goed aanpakken? We vinden wel belangrijk dat kinderen dadelijk goed afscheid kunnen nemen van hun schoolloopbaan, zeg maar, in groep 8. Maar we hebben nog geen pasklare antwoorden van wat we daarmee gaan doen. Kinderen worden daar goed in betrokken zelf ook. Ze hebben misschien ook wel eigen ideeën. En een aantal zaken gaan we aanpassen. En verder zijn we gewoon lekker gestart van een nieuwe beginsituatie. Vooral ingestoken op elkaar ontmoeten, je lekker voelen op school en er weer van genieten. En we gaan vanzelf zien wat dat voor het leren betekent. Dat is dus zorg voor later. Eerst genieten van de kinderen die weer terug zijn. Er is niks mooiers dan dit heerlijke geluid weer in de school en op het schoolplein te horen. En gewoon ze weer live ontmoeten is toch heel anders dan van afstand.